Yo mensen, Jarrasque hier en welkom bij weer een nieuwe gameplay hier op mijn kanaal Jarrasque Gaming. Op de achtergrond gameplay heb ik een crank gameplay op de map Fright gespeeld met de Honey Badger. Met natuurlijk de Silencer die er automatisch in zit. Extended Max en nog eens Gripper op. En ik had hier mijn verkeerde class gepakt, want ik had automatisch als Stalker aanstaan. En dit was eigenlijk mijn class die ik normaal gesproken gebruik in Domination, in Blitz. En in dus niet de game mode crank. Maar alsnog heb ik gewoon een lekkere score neergezet met de verkeerde class. En dat is natuurlijk altijd leuk om te halen dat jij de hele verkeerde perks aan hebt staan. En eigenlijk de hele verkeerde wapen. En je loopt verkeerd en je haalt dus nog gewoon een lekkere score. Dus geniet van de gameplay. Waar ik vandaag heel veel snel over wil hebben is Infinity Ward. Want Infinity Ward heeft natuurlijk nu het gevoel dat ze best wel heel erg hard hebben gefaald met het spel. Want heel veel YouTubers vinden het niet leuk om te spelen. Heel veel spelers zelf vinden het niet leuk om te spelen. En voor een Call of Duty is het best wel slecht als er gewoon op de eerste dag van release maar 300.000 mensen online zijn en dat steeds verder inzakt naar soms even 200.000, soms even 250.000. Heel veel op de PlayStation 4 en Xbox One die nu ook gaan aan het spelen zijn, die het ook al niet meer leuk vinden. Dus Infinity Ward ziet nu een beetje in dat ze niet echt de beste Call of Duty ooit hebben neergezet, maar wel echt een heel goed concept hebben neergezet. Dus wat ze nu aan het doen zijn, is aan het proberen zoveel mogelijk bullshit, zoals bijvoorbeeld de guard dog, zoals bijvoorbeeld het spansysteem, echt te fixen. En je kan Infinity Ward ook zelf bereiken op bijvoorbeeld een forum. Zijn ze heel erg goed aan het opletten. Ze zijn op Twitter heel erg actief aan het tweeten. Alle vragen aan het beantwoorden. Alle bullshit eruit aan het proberen te focussen. Wat ze dus bij de volgende update weer moeten gaan fixen. En ik vind dat echt gewoon heel erg goed om te zien. Iedereen kent Treyarch. Treyarch is de maker van Black Ops 2, Black Ops 1, World at War. En Treyarch is altijd een developer, een maker die heel erg goed luistert naar zijn publiek. Ze patchen alles wat mensen willen, dat moet worden gefixt. Bugs, wapens, mappen, glitches, alles wat ook maar in het spel zit, fixt Treyarch altijd binnen een run van tijd. Infinity Ward daarentegen is een Call of Duty maker die er niet echt van houdt om als een spel uit is nog allemaal dingen te gaan lopen updaten, wapens te gaan downgraden, wapens te gaan upgraden. Maar omdat ze nu zien dat steeds meer mensen stoppen met Call of Duty Go spelen, steeds meer mensen echt niet meer een hele dag het spelen, maar een paar potjes achter elkaar, zien ze in dat ze een paar dingen moeten gaan veranderen. En daardoor zijn ze dus nu erg goed aan het luisteren naar het publiek. Dus als je iets aan Call of Duty wil vragen, als je iets aan Infinity Ward wil vragen of aan de support wil vragen, hou het altijd netjes. Ik zie heel veel reacties van de fuck you Infinity Ward, fix the spawns, fuck you dit, dat, tering homo's daaro. Alleen dan natuurlijk in het Engels. En daar schiet je niks mee op. Als jij iets wil bereiken van een maker en je wil dat iets gefixt wordt, je wil dat iets geüpdate wordt, je wil dat iets gedowngrade wordt, je wil dat de wapen ietsje sterker wordt gemaakt of whatever, moet jij het op een normale manier vragen. Als één iemand het op een normale manier vraagt, dan updaten ze het niet. Maar als 100.000 mensen op dezelfde manier, op een aardige manier vragen of ze het spansysteem willen updaten, zullen ze dat ook heel erg snel gaan doen. En dat vind ik gewoon goed van Infinity Ward. Ze luisteren op dit moment zo erg goed om het spel beter te maken. En ik kan dus ook zelf niet wachten op de volgende update. Ze hebben gezegd dat ze het spansysteem al hadden verbeterd. Ik heb daar persoonlijk nog niks van in de gaten gehad, want het spansysteem is voor mij nog gewoon precies hetzelfde. Het zijn nog steeds keihard. Dus ik hoop dat bij de volgende update gewoon de guard dog geüpdate gaat worden. Spansysteem geüpdate gaat worden. Misschien een paar wapens gefixt worden. Niet dat dat echt nodig is in mijn opzicht. Maar ze moeten gewoon echt een paar dingen gaan updaten. En gewoon het spel leuker gaan maken. Campers gewoon echt een nadeel geven in game modes. Ze moeten game modes iets langer gaan rekken. Ze moeten andere game modes weer iets korter gaan maken. Zoals Domination. Want Domination kan je nu echt gewoon rekken tot 20 minuten lang. En dat is natuurlijk echt gewoon een super harde faal. Ze moeten de hackers eruit halen. Ze moeten de leaderboards fixen. Want je ziet nu in de leaderboards echt gewoon mensen staan met de 10 triljoen XP. En dat faalt natuurlijk ook keihard. Maar wat ik wil aankaarten met het commentaar. Mocht je een vraag hebben, hou het netjes. Hou het gewoon respectvol. En dan kunnen ze naar je luisteren. Geven ze ook heel vaak antwoord op je. Dus stuur eens naar ze toe over wat jij ook wilt toesturen. Je kan het forum doen, Twitter doen, Facebook doen. Je kan het op de site zelf doen. Dus check het eventjes uit voor jezelf. Mocht je iets willen dat ik aan ze vraag, laat dan even weten in de reacties. Dan kan ik ze ook aan ze vragen voor jou. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet me alsjeblieft niet te liken. Vergeet niet te liken als je vindt dat Infinity Ward goed bezig is op dit moment. En dan zeg ik voor nu tot de volgende keer weer. En bye bye mensen.